Hallo, goeiedag. Je belaren zit hier mooi. Je blijft rustig zitten hoor. Hallo, van harte gefeliciteerd op. Met gisteren eigenlijk, hè? Ja, 100 jaar. Topleeftijd. Zo, zonde hoor. Ja, nou, ik mag ook nog rustig blijven zitten hoor, voor mij niet te gaan staan. Een mooie bos bloemen, kijk daar, dames, zo staan mooi in de hoek, hè? Ja. Ja, nou, ik heb een mooie bos bloemen voor meegenomen, met een verjaarskaart. Dank je wel. Ja, en ze hebben je ook een herkenbaar vignet gegeven, hè? Ja, dat was hartstikke leuk. Want, ik kreeg kaarten van allerlei kanten en dus van mijn instanties, onder andere van de koning. En de burgemeester die is net langs geweest, ja. Hoe was dat? Nou, dat was wel leuk. Want ja, je verwacht eigenlijk, je staat eigenlijk een grote vraagteken van tevoren. Maar hij blijft gewoon normaal, hoor. Dus je kunt makkelijk een gesprek met hem voeren. En aangezien ik dus bij de gemeente gewerkt heb, op het stadhuis, wist ik dus, had ik dus een eng aanknopingspunt. En dan gaat het toch makkelijker dan. Tom mag dan wel 100 jaar zijn geworden, maar hij gaat nog goed met de tijd mee. Zo heeft hij een eigen laptop waarmee hij mails verstuurt naar zijn dochters. Ik mail nog steeds. En nog wel Apple. Dus. Dat is ook al, niet, een beetje afwijken. Maar ja, goed. Je weet, ben je een beetje bijblijven, dan moet je dat doen. Hè?